We gaan twee onderwerpen er kort even uithalen. Dat is zo'n 20 minuten per onderwerp, dus dat is ook echt kort. Want het doet bijna geen recht aan het onderzoek en al het werk wat erachter zit. Maar we gaan het praten over het wonen. Dus hoe gaat het wonen er nou eigenlijk uitzien in de toekomst? Een van de dingen die net werd gezegd was natuurlijk dat met name de huurders het op dit moment moeilijk hebben. Maar hoe gaat het nou in de toekomst eruit zien? En de tweede, we gaan het hebben over de natuur. En sommige mensen zijn nog helemaal verbaasd. Natuur, hebben we dat dan nog? Nou, dat is precies het punt. Wat is dan die natuur? Hoe ga je ermee om? Welke plek heeft dat dan precies? Dat gaan we doen door een aantal mensen die aan die hoofdstuk hebben geschreven straks naar voren te halen en door met elkaar daarover te praten. En we gaan het eerst hebben over het huren in de toekomst. Want een van de beweringen in de balans is dat dat misschien best in de toekomst wat meer zou kunnen gaan plaatsvinden. Het was natuurlijk altijd heel goed en in ieder geval je ouders waren heel blij als je een huis kocht. Dan deed je een investering en dan ging je niet gewoon je geld elke maand weggooien. En dan ging je dan vermogen opbouwen en aan het eind van je leven had je dan misschien nog iets aan je kinderen te geven. En het eindresultaat nu is dat je blij moet zijn als je huis niet onder water staat, toch weer water, onder water staat. Maar sowieso waarschijnlijk aan het eind van je leven moet je dat vermogen van je huis toch opeten. Dus wat heb je nog aan een koophuis? Dat is een van de vragen waar we het over gaan hebben. Maar om dat goed te kunnen bespreken, moeten we eerst even weten hoe u woont. Dus daar hebben we de volgende vraag voor. Hoe wonen jullie? 1. Ik heb een koopwoning. 2. Ik heb een huurwoning. 3. Ik ben inwonend bij ouders, vrienden, studentenhuis of anderen. 4. Ik heb even geen woning. Ik ben op zoek. 5. Ik woon anti-kraak of ergens daartussen. Ja? Dus, en als u denkt, van, nou, mijn categorie zit er niet bij, dan probeert u zo dicht mogelijk bij de categorie te komen. Maar waarschijnlijk zit u dan anti-kraak. De categorieën zijn duidelijk, de tijd gaat nu in. Als u twijfelt trouwens, is ook anti-kraak. Kijk, dit bevestigt het beeld van de minister. Ik heb een huur, ja precies. Er is denk ik 1 iemand die anti-kraak woont. En ik heb even geen woning, ben op zoek. Dat is sowieso altijd, misschien is dat wel iets voor bij de borrel. Ja, kijk, dat zijn de 3. Ja. Wie woont er anti-kraak trouwens? Wie is dat? Ja, woont u? Oké. En blijft u dat uw hele leven doen? Wacht even, kom even naar u toe. Ja, woont u anti-kraak of woont u kraak? Ik woon anti-kraak en ga het niet heel mijn leven doen, nee. Wat denkt u? Wat wordt de volgende stap? In mijn wooncarrière of in de algemene? In uw wooncarrière? Ik ga kopen en in dezelfde buurt als waar ik nu anti-kraak zit, in Amsterdam-Noord. Okay. En u zegt ik ga kopen, dat weet u al, dat gaat u al doen, u bent ermee bezig of dat hoopt u? Als ik ingeloot word voor de koop. Okay. En waarom gaat u niet huren? Er zijn ook best wel leuke huurwoningen eigenlijk. Misschien een beetje traditioneel. Ik zie het ook als een investering voor mijn toekomst. Pensioen later, heel laat, veel later. Welk pensioen? Mijn huis. Heeft u het echt overwogen trouwens om te gaan huren? Of was dat überhaupt geen optie? Wel overwogen, maar het voelt een beetje als, zeker in Amsterdam, waar je niet iets hebt wat net boven de sociale huur zit en tussen dure huur. Ik voel het echt als geld weggooien, want 1300 euro in de maand aan huur. Ja. Duidelijk. Ja. We gaan er eens even over praten met twee van de mensen van het planbureau, Martijn Eskenazi en Frank van Dam. Mag ik jullie beiden naar voren vragen? En u mag altijd applaudisseren als iemand naar voren komt. En in volgorde Frank van Dam, Martijn Eskenazi. Wat hebben jullie in de balans beschreven? In de balans maken we een verkenning van hoe het wonen zich ontwikkeld heeft vanaf een hele lange periode terug. Eigenlijk vanaf 1970 af aan. Ja. En hebben gekeken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van huren versus kopen. Wat is daarmee gebeurd? We hebben gekeken hoe dat samenhangt met de ontwikkeling van de bevolking. Dat is natuurlijk ook altijd een hele belangrijke drijver van de woningbouw. Ja. En we hebben gekeken hoe zich het beleid ontwikkeld heeft van over die periode. En van daaruit kijken we van welke nieuwe uitdagingen komen er nu op de woningmarkt en het woonbeleid af. Ja. En uitdagingen, dat is planbureaus voor problemen, toch eigenlijk? Ja, dat is de planbureau speak. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik denk toch dat je dat dan, je moet het wel positief zien. Ik denk dat er genoeg uitdagingen zijn, ook dat er goede ook de mogelijkheden zijn om de woningvoorraad en de kwaliteit van het wonen ook te verbeteren of op zijn minst in stand te houden. Ja. En een van de dingen die we dus nu voorleggen is het vermoeden
of de mogelijkheid dat er misschien wel meer gehuurd wordt. Klopt dat? Nou, dat weten we niet. Er staat ook een vraagteken achter en die vraag hebben wij eigenlijk ook. Als je kijkt naar de ontwikkeling, dan zie je dat we nu in Nederland hebben we 60% koopwoningen. Dat bleek ook wel een beetje uit die verhoudingen hier in de zaal. En de vraag is of dat nog verder zal gaan groeien. We hebben natuurlijk altijd gezien van die koopwoning werd altijd ook gezien, niet alleen om als een plek om te wonen, maar ook als een middel om zeg maar die meneer van de antikraak meneer die kwam eigenlijk met dezelfde redenering van dit is ook een middel om zeg maar iets te doen aan je vermogen later. Ja. Maar ja, die samenleving is veranderd. Sowieso ook al op dit moment, als je nu al een huis hebt, je hypotheekrente aftrekken is natuurlijk, wordt waarschijnlijk minder, gaat waarschijnlijk op een gegeven moment weg. Je moet al gaan aflossen, dus dat maakt het allemaal wat minder spannend. Plus, ja, die pensioenvoorzieningen, of het zo, dus dat soort ontwikkelingen, kijk je dan daarnaar om dan te zeggen, nou misschien wel meer huur? Nou, ik denk ook dat er een aantal zaken nu aan de hand zijn. Ik vind het voorbeeld van de antikraak meneer heel sprekend. Je wilt in Amsterdam graag wonen. Je vindt het een dynamische, leuke stad voor een bepaalde levensfase. En dan heb ik het niet over de nacht voor de leefomgeving alleen. Maar er zijn eigenlijk maar twee smaken in dit land. En dat is een sociale huurwoning, waarin we vinden dat er goed ook door mensen met een klein inkomen goed gewoond moet kunnen worden. Dat is denk ik een grote verdienste van het afgelopen beleid. En anders zit je gelijk in een koopwoning. Ja. Nou zien we dus dat er ook in de koopsector, ook in de financieringssector rond de hypotheken een hele hoop gebeurd is sinds augustus 2007, om het maar precies te zeggen. Toen zijn we erachter gekomen dat er toch ook een hele hoop mensen misschien zijn die uiteindelijk geen hypotheek op die continue gedachte van steeds maar stijgende huizenprijzen konden krijgen. Ja. Dat systeem niet goed gaat. Nee. Wat er in Nederland dus eigenlijk ontbreekt is een middensegment op de woningmarkt. Waarin je bijvoorbeeld ook in Amsterdam zou kunnen huren voor €800. En dan zou ik wel eens weten of onze vriend in de antikraak dan ook in Amsterdam-Noord een woning zou gaan kopen. Ja. En misschien heeft hij in de antikraakwoning wel een vaste baan. En dat hij daarom wel een hypotheek krijgt. Maar we gaan ook naar een steeds flexibelere arbeidsmarkt toe. En niet iedereen heeft meer een vast contract. Dat wordt ook overhand minder. En dan zijn er nog genoeg banken die zeggen van nee, dat is een te groot risico. U krijgt geen hypotheek. En die mensen willen ook niet hun hele leven antikraak blijven wonen. Neem ik aan. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik zat op de deelnemerslijst kijken. Ik zag niet direct bij staan. Maar is er iemand van een bank? Het zou leuk zijn. Of als u naast iemand zit waarvan u weet dat hij bij een bank werkt. Wijs hem aan. Nee. Ja, jammer. Ja. Nee, want dat is natuurlijk wel interessant. Want dat is wel een prominente rol natuurlijk. Of je het überhaupt gefinancierd kan krijgen. Even meneer Antikraak. Is dat... Zou het voor jou een overweging zijn geweest als je gewoon voor een redelijke prijs had kunnen huren om dan toch maar te huren? Ja, kijk, heel goed. En wat zou dan een acceptabele prijs zijn? Net iets onder de 1000. Rond de 1000 zo ongeveer. Oké. Okay. Dat kan ook niet, nee? Ja? Als je wil huren, dan moet je 3 keer de huur netto verdienen. Ja. En iemand die... Ik denk dat hij niet 3000 verdient. Nee. Nou, maar... Mijn dochter is hier zogenaamd heel hoog, hè? Die is promovendus. Ja. Maar die verdient natuurlijk maar een scheidbeetje, €1500. Ja. Dat is 3 keer €500. Voor €500 kun je in Amsterdam niet wonen. Dus je zit op een studentenkamer. Ja, oké. Okay. Maar dan, daarvan is natuurlijk de opmerking, die samenleving verandert. Dus het zou kunnen zijn dat er dus een markt begint te ontstaan voor die huur. En voor dus inderdaad mensen zoals jou. Dat je zegt, nou, dan dat er een ander segment gaat komen, want de mensen willen wel in de stad houden. Zie je daar überhaupt al beweging in komen, in die huurmarkt? Ik zelf ben zoekende naar iets meer zelfstandig of meer ruimte dan alleen een gedeelde kamer. En ik zie daar op dit moment nog weinig beweging in komen. Ja. Je hebt nu de middeninkomen tickets die door de woningbouwverenigingen worden afgegeven. Maar daar verdien ik net te weinig voor. En de sociale huur, daar moet ik nog 15 jaar ingeschreven staan. En dat ga ik niet halen. Ja. Dus het is wel een schip, nog steeds, ja. Of buiten Amsterdam. Ja, maar ja, fietsen naar je werk wordt dan lastig. Ja. 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 Is er iemand die zegt, ik ben echt een bewust huurder? Ik heb al gewoon echt, ja, daar, achterste rij, ja. Kijk, ik kom even hier achterlangs, ja. U heeft bewust gekozen om te huren? Wel goedkoop een huurwoning vinden in de particuliere sector. En daarom huur ik nu nog steeds. Ja. En ik heb wel een vast contract, maar ik vind het zo goed.
En is het wel met het idee van uiteindelijk toch te gaan kopen? Gewoon met het idee van dan stiekem toch weer de route vermogens opbouwen, dat soort dingen? Ja, misschien uiteindelijk wel, maar de komende jaren nog niet. Ik vind de vrijheid inderdaad ook wel heel fijn met huren. Je kan gewoon gaan en staan waar je wil. Ja. Een van de opmerkingen die wordt gemaakt is dat ook door de arbeidsmarktverandering richting toch meer flexwerken, zelfstandigen, dat het daardoor misschien ook meer op zou kunnen gaan komen. Zie je dat in jouw omgeving ook? Vrienden, collega's, je denkt van ja, ze werken gewoon. Het is in ieder geval niet van wieg tot graf het werk meer. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Wat het verhaal wat daar ook vandaan komt van, als je wil wonen in een grote stad, is het vaak heel moeilijk om inderdaad een betaalbare huurwoning te vinden. En dan heb je heel snel het idee dat je daar je geld weggooit. En dat is natuurlijk gewoon, ja, waardoor als je dan toch wat hoger opgeleid bent, toch snel gaat zoeken van, nou, misschien moet ik dan toch maar eerder gaan kopen. Ik ken wel vrienden die ook een appartement van 30 vierkante meter in Amsterdam hebben gekocht. Ja, is dat nou zo kansrijk in de toekomst om dat met winst te verkopen? Weet ik niet. Nee. Maar daardoor hadden ze wel een plek. Dat was de manier om toch een plek te krijgen. Ja, precies. Ja. We hebben natuurlijk wel een mogelijkheid. We hebben nog wat kantoren leeg staan. Kunnen we daar niet wat mee gaan doen? Dat is natuurlijk, wat is het geloof ik, in Amsterdam al 1,4 miljoen, landelijk 8 miljoen geloof ik. Ik dacht zelfs dat we ongeveer 50 miljoen vierkante meter kantoor in Nederland hadden staan. Waarvan 17% leeg staat. En dat is 8,5 miljoen vierkante meter. Ja. Dan maak ik even een heel simpel rekensommetje. Want een deel van die kantoren, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Daar kan je niks mee. Of dat staat op plekken waar je toch niet wil wonen. Maar als je nou iedereen, als je het nou zou verdelen in appartementen van 100 vierkante meter per stuk, dan kun je 85.000 woningen daarin kwijt. Nou, doen, doen. Ik denk dat er best kantoren zullen afvallen. Ik denk dat er ook best allerlei technische en financiële en juridische problemen zijn. Nou is de minister altijd bereid om daar wat aan te doen. Dus dat gaat waarschijnlijk helpen. Maar ik denk ook dat op heel veel plekken het belangrijk wordt om te gaan kijken wat we met dat leegstaande kantoren en winkelvastgoed gaan doen. En er zijn misschien een hoop potenties voor nieuwe woningen. Nou, misschien dus die ontwikkeling van dat middensegment huren. Want dat is natuurlijk interessant. Als er zo'n overschot is aan ruimte en je maakt het misschien dus ook als overheid nog makkelijker mogelijk om dat om te vormen tot huurwoningen. Je krijgt een soort nogal ruim in zijn jas zittende markt misschien zelfs. Nou, dat is ook wel de suggestie die we doen om daar toch goed naar te kijken. Om dat inderdaad die herbestemming mogelijk te maken. Niet alleen van kantoorvastgoed. Het zou ook van allerlei andere maatschappelijk vastgoed kunnen zijn. Scholen die in onbruik zijn geraakt. Verzin maar. Dat gebeurt natuurlijk ook. Waar je natuurlijk even voor moet passen is van, ja, kan dat ook op elke plek? Kan dat op elke plek in Nederland? Is dat voor elke regio een werkend perspectief? Dan denk ik dat weer van niet. Omdat natuurlijk voor een deel van Nederland zit natuurlijk met een geringere vraag op de woningmarkt. Zeker in de toekomst. Misschien zelfs met krimp. En dan gaat natuurlijk die krimp van het aantal huishoudens gaat natuurlijk hand in hand met leegstand in ander vastgoed. Ja. Maar als je kijkt naar een markt in Amsterdam of in de markt waar bijvoorbeeld in Utrecht, Haarlem, Den Haag, markten waar echt die druk nog op die woningmarkt nog flink is. Dat zie je aan de lange wachtlijst in de huurwet al genoemd. Daar zal het zeker een optie zijn om tot herbestemming van alle vastgoed over te gaan. Ik denk dat dat een prima oplossing is. Zonder dat je daarbij dus weer een nieuw weiland moet opofferen voor nieuwe uitleglocaties. Nu werd de minister net al even toegesproken van om dat mogelijk te maken. Is dat inderdaad, want er komt trouwens ook nog wat rijksvastgoed vrij, geloof ik, hier en daar, behoorlijk veel. Is er een strategie eigenlijk van de overheid om bijvoorbeeld, ik heb iemand die bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord woont en graag een woning zou willen. Dan zeg van, we gaan dat soort plekken daarvoor gebruiken. Ja, want in de omgevingswet. In de omgevingswet wordt het makkelijker gemaakt om vastgoed voor andere bestemmingen te gebruiken. Je kunt eigenlijk op een paar manieren. We gaan bestemmingsplanwijzigingen enorm verkorten. Het duurt nu een half jaar als je een bestemmingsplan wil wijzigen. En dat wordt straks 8 weken. We gaan verandering van bestemming, bijvoorbeeld een monumentaal pand, waar je dan tijdelijk andere bestemming aan wil geven. Dat was nu 5 jaar. Als je daar even een bedrijf in wil vestigen, voor 5 jaar investeren is gewoon niet de moeite waard. Dus dat wordt 15 jaar. Nou, zo komen er allerlei. Er gaan er eigenlijk allemaal regels weg. Ik moet zeggen, er komt niks bij, er gaat van alles weg. Dat het uiteindelijk die transitie veel meer vergemakkelijkt. Uiteindelijk zit er natuurlijk ook een beetje stiekem achter. Want dan merk je natuurlijk ook de reacties. Hè? Kopen van 30 vierkante meter in Noord. Op een gegeven moment toch weer gaan kopen. Overal plekjes zoeken in die stad. Misschien moeten we daar ook een beetje vanaf. Want u begon uw verhaal natuurlijk met de druk op die steden. Maar de rest van Nederland wordt wat leger.
Er staan trouwens prachtige lege boerderijen, steeds meer. Misschien moeten we daar gewoon naartoe. Nee, dat gaat niet gebeuren. Want wereldwijd gaan de mensen steeds meer naar stedelijke gebieden. Waarom? Omdat het daar gebeurt. Omdat het daar de economische activiteiten zijn, de culturele activiteiten, de scholen. En het zou heel gek zijn als in Nederland we een andere ontwikkeling zouden hebben dan elders. We zien het ook gewoon in de vragen. Iedereen wil naar het stedelijk gebied. Alleen je zult het dan op een andere manier moeten gaan vormgeven. Je zult ook andere financieringsmodellen moeten bedenken om nog in dat stedelijk gebied beter te kunnen bouwen. Dat is de opgave voor de komende tijd. Maar dat doet natuurlijk nu ieder dorp in Limburg. Ik zeg maar even zo van, nou ja, we gaan ons dorp weer aantrekkelijk maken. Jonge mensen houden, nou vergeet het maar. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dit wordt gestreamd tot in Limburg, hè? Dit weet u. Dat is even duidelijk. Ja, nee, duidelijk. Dank u wel. Dank. Ja. Hey. Ik vraag het toch even. Als u dit zo hoort, als u denkt, ja, maar dit is al mooi, maar ik weet wel wat we zouden moeten doen. He, want het planbureau is stiekem toch ook een beetje adviserend. Zeg, nou, ik heb wel een idee wat je dan zou kunnen doen. Die druk op de stad en aan de tegelijkertijd ook weten dat het dus lastig is om te kunnen kopen. Huren is lastig. Hoe ga je dat oplossen? Heeft iemand gezegd, nou, ik heb wel een idee. Het planbureau, leuk dat ze daar zo lang over nagedacht hebben, maar ik weet het zo. Ja, kijk. Zeg even wie je bent. Ja. Nee, ik ben geen Belg. maar ik zit, het zijn wel kennissen van me. Peter de Bois, ja, dit is een heel belangrijk onderwerp. En vooral dat middensegment is natuurlijk heel belangrijk. En, we zitten ook met de woningbouwcorporaties. Zouden we niet eens moeten nadenken over andere vormen van gedeeld bezit? Hè? We hebben het allemaal gehad ook over de share society. De minister heeft het er ook over gehad. Er is een enorme ontwikkeling gaande. En je zou in het verlengde van VVE's zou je ook in staat kunnen zijn om het bezit van woningcorporaties als het ware te dereguleren. En daarmee een andere financiële incentive te genereren voor eigenaar-huurders. Hè? Een overgang tussen... Dit moeten we even vertalen. Want het dereguleren met de financiële incentive... Ja. Dus dan moeten we altijd even vertellen, hoe gaat dat in praktijk werken? Nou ja, ik bedoel, de regering dereguleert de zorg. Dus dat gaat meer naar, zeg maar, de participatiesamenleving. Maar wat is dan die participatiesamenleving? Dat zijn wij. Wij moeten dat zelf vormgeven. Met andere woorden, we moeten met elkaar iets gaan doen. En huurders bij woningbouwcorporaties zouden ook iets kunnen gaan doen. En woningbouwcorporaties zouden dat kunnen faciliteren. En langzaam een overgang kunnen creëren naar een middensegment van bezit. En corporaties zijn hier ook al mee bezig? Of weten ze dit? Of... Nou, ik ben zelf met de woningbouwcorporaties op Zuid bezig. In het kader van de krachtwijkproblematiek. Maar de corporaties hebben op dit moment heel andere problemen. Ja, dus de vraag is of ze hier al mee bezig zijn. Dus, als u dat zegt, dat de vraag is, dan zijn ze het waarschijnlijk niet. Nee, precies. Oké. We komen aan het einde van dit blokje. Waar we even een beetje proeven aan het idee van wat gebeurt er op die woningmarkt. Daar gaat die verstedelijking hartstikke duidelijk. Druk op die stad neemt toe. Er is wel degelijk lege ruimte. Moet makkelijker zijn om daarin te kunnen komen. Om daar ook tijdelijk iets in te kunnen doen. Ondertussen het middensegment echt uiteindelijk ruimte voor te vinden om te kunnen huren. Misschien wel cruciaal om uiteindelijk dus die stap in die stad te kunnen maken. Dit is wat we nu in 20 minuutjes bovenhalen. Toch even als verkoop, als planbureau moet je ook een beetje verkopen. Waarom moeten ze jullie hoofdstuk lezen? Nou, ik denk dat er is één belangrijke boodschap, denk ik, uit als hoofdstuk. En dat is ook de titel van het hele boekje geworden. Dat de toekomst nu is, dat als je wil nadenken over hoe de woningvoorraad er over 10, 15 jaar, 20 jaar uit moet zien, dan moet je daar nu al mee beginnen. Dan moet je nu al kijken van, goh, wat heb ik nou over 10, 15 jaar heb ik nodig? Gegeven het feit dat de huishoudens er anders uit gaan zien over 10, 15 jaar dan dat ze er nu uitzien. Meer ouderen, meer 1- en 2-persoons huishoudens. Dat betekent een enorme verandering ook voor de vraag naar bepaalde type woningen. En is er iemand waarvan je zegt, nou, en dat is specifiek een doelgroep die dit boekje moet lezen? Jazeker. Ik denk dat de mensen denken die nu nog een hypotheek gaan nemen op een huis en dat vooral doen. Ja. Vooral doen omdat je daar allerlei vermogenswinsten mee gaat boeken. Die zou ik graag willen wijzen op het feit dat over 10, 15 jaar de babyboomers gaan uitstromen uit de woningmarkt. Zij komen te overlijden. En vergeet u niet, het is een grote generatie. Het is een grote naoorlogse generatie. En ze zijn overwegend kopers. Dus er gaan dan veel koopwoningen ook vrijkomen op de markt. Ja. In Amsterdam betekent dat misschien dat de prijzen net iets minder hard zullen gaan. En in de regio Amsterdam. Maar er zijn ook heel veel regio's waarin dat dus
druk op de prijzen zal betekenen. Als u daar wilt kopen, prima. Er is prachtige woningen te koop. Maar doe dat niet om vermogenswinst, want dat zou eens tegen kunnen vallen. Okay. Nou, wat een heel duidelijk optimistisch advies voor deze avond. Dames en heren, mag ik een heel groot applaus. Martijn Eskenazi, Frank van Dam. Dank jullie beiden. Dank.